Wie de Bijlmer zegt, denkt al snel aan schietpartijen, kelderboksen en verloedering. Maar dat is al lang niet meer het echte Zuidoost. De buurt is dynamisch en veelzijdig. Een plek om te werken, leven en wonen. Bijlmer Bas laat zien wat de Bijlmer is. Het gebeurt alle tijd in de Zuidoost. Deze week de favoriete plek van deze DJ. En even naar de kapper. Ze zijn niet blij met onze komst. Nee, het is hier een beetje een rustplek voor ze. Behalve als meneer de jongen langskomt. Ja, nee, ja, dan is het gewoon feest. Maar goed, het houdt ze een beetje in beweging. Dat is ook goed gewoon voor spieren, dat ze ook een beetje gewend zijn. Een beetje ook nog natuurlijk blijven. Ze moeten niet te veel watjes worden, die beesten. Want dan is het ook niet goed. Hoe is het gesteld eigenlijk met de vogels in Zuidoost? Nou, goed hoor. Al die ganzen allemaal. Aalscholvers, buizerden, ijsvogels. Ijsvogels? Ja. Dat zijn van die hele mooie vogeltjes, toch? Ja, klopt. Hier gaat nu net een buizerd, vliegt hier rond. En die buizerd heeft ook het verkeersknooppunt ontdekt. Oh, ja. Dit is uw hut. Ja, ja, hij... Moet wel weer eens een beetje worden opgeknapt, maar die hut staat dus normaal. Wordt die omgeven door allemaal meeuwen die hier nestelen, die een jongen groot brengen. En als je dan daarin zit, dan lijkt het wel alsof je ergens op een waddeneiland midden in een meeuwenkroon zit, op Texel of Schiermonnikoog. Terwijl de snelweg hier loopt. Ja, ik geloof dat hier in 24 uur tijd dat er 280.000 auto's passeren. Dus in feite is hier een soort van rustpunt binnen die hele verkeersorkaan die hier omheen dag en nacht woedt. En hoe lang zit u er dan in? Nou, soms wel dagen achter elkaar. Echt? Tuurlijk. Ja, je kan ze niet te veel verstoren. Dus. Waarom vindt u dat zo mooi om te fotograferen? Nou, een heleboel natuurfotografie is gericht om op de natuur zoveel mogelijk te isoleren van de omgeving. Puur van die beelden met grote telelensen gemaakt van een beest close-up. Ik vind het leuk om de hele omgeving te laten zien. En ik vind het ook leuk dat de natuur zich voor een deel zo goed aan mensen weet aan te passen. Dat als je maar een beetje de omgeving geschikt maakt, dat ze vanzelf komen. U bent een geduldig man? Nee, absoluut niet. Nee? Nee hoor. Ik probeer zoveel mogelijk te plannen dat als ik in die schuil zit, dat er ook daadwerkelijk iets gebeurt. Daarvoor ja, ga je ook regelmatig kijken van wat gebeurt er nu, is het licht goed. Ja. Maar je moet dit soort werk ben je toch al sowieso heel veel tijd kwijt, dus je moet erg proberen je tijd goed te gebruiken. Ik heb één keer gehad dat ik hier zat in deze hut en dat ik mijn auto had geparkeerd op de weg en dat mijn auto opeens werd weggesleept. Op een andere auto. Something good tonight made me forget about you for now.
maandag 3 december is het weer Roze Maandag in Zuidoost. Roze Maandag is een samenwerkingsverband tussen Eetcafé 100% Zuidoost en Stichting Multipink. Door middel van entertainment en infotainment proberen ze de tolerantie en acceptatie van seksuele diversiteit in Zuidoost te bevorderen. Het thema van de feestelijke avond is Candy Night. In Zuidoost is een nieuw studiehuis geopend. Bedrijvenvereniging FASO en het stadsdeel willen jongeren met een VWO of gemengd HAVO-VWO advies zo een steuntje in de rug geven. De kinderen krijgen hulp en uitleg van de directeur en studentassistenten. Ze worden bijvoorbeeld overhoord en krijgen tips over hoe ze zich kunnen voorbereiden op een proefwerk. Belmastijl is een platenlabel, een stichting en een politieke organisatie in Amsterdam Zuidoost. Het empoweren van de community, van de buurt zelf, dat is onze doelstelling. Ja, we doen een heleboel verschillende soorten projecten. In september hebben we bijvoorbeeld een festival georganiseerd hier in Zuidoost, of hier in Heesterveld, op de Blokken heette dat. We hebben meer dan 700 mensen over de vloer gehad. We zijn begonnen met hiphop, maar dat hebben we zeg maar tot een professioneel niveau getrokken. En daarnaast hebben we dus naast de creativiteit hebben we een heel maatschappelijk vlak ook waar we ons op begeven. Met de lokale politiek, maar ook met het opzetten van wijkondernemingen. Daar zijn we nu mee bezig met een heel mooi project, ook hier in Heesterveld. We zijn nu actief hier zo in Heesterveld, de creatieve community. Ik heb een hele fijne jeugd gehad. Dus hoe kan het dan dat als ik een hele fijne jeugd heb gehad en heel veel mensen die hier zijn geboren dat ook hebben ervaren. Hoe kan het dan zijn dat het beeld in de media zo negatief is? Hoe kan het dat ik in zo'n hel en een ghetto leef terwijl maar ik heb wel een hele leuke jeugd gehad. Hoe kan het dan? Snap je? Dus dat... Dat punt, gewoon het verkeerde beeld wat er leeft over de Bijlmer. Omdat mensen onwetend zijn en hun mening alleen maar baseren van wat er in de Telegraaf staat of in het nieuws komt. En veelal zijn het negatieve dingen. Maar als wij vier keer achter elkaar de Grote Prijs van Nederland winnen, de Bijlmer, artiesten uit de Bijlmer. Dan wordt dat niet zo breed uitgemeten. En ja, dat... Ik zag dat als mijn missie om dat ook naar voren te brengen. Het gebeurt zeker in Zuidoost. Het gebeurt al een tijdje in Zuidoost. Nou, we zijn praktisch klaar eigenlijk. Oké, we zijn nog niet helemaal klaar met slopen, want we willen nog een paar betonwanden eruit halen. Dat is nog wel een moeilijke klus. En we weten nog niet precies hoe en of dat gaat lukken. Het is eigenlijk wel cool dat deze flat hier nog staat in zijn oorspronkelijke vorm. En dat je daar een tijdelijke interventie in kan plegen. Hoe kunnen we de bestaande structuur gebruiken om toch iets cools en iets moois van te maken? Deze woning is 64 vierkante meter. Daar willen we een duplex van maken. Dus samenvoegen met een woning die hierboven is. Dat zou betekenen dat we één van de twee lagen kunnen gebruiken als woonvertrek. Functioneel krijg je dan verschillende zones waarbij je of eet relaxed of werkt. En we willen om de verdieping daarboven een soort met van zichtbaar te maken. Dus hoe de onderverdeling daar is. En je krijgt dan slaapkamers, je krijgt dan een badkamer. Willen we de outline van de verdieping daarboven willen we op het plafond tekenen. Tapen of projecteren op een of andere manier. En je krijgt een doorbraak in het plafond om omhoog te gaan, dus waar een trap zit. En er komt er ook een feeder in. Ik ben architect, ik ben vol architect. Maar ik moet wel zeggen, een van mijn hobby's is klussen, dingen maken. Ik vind het heel leuk.
zijn nu in Amsterdam, de Bijlmer. En de man in de metro vertelde mij net dat dit het grootste flatgebouw van Nederland is. Ik weet niet of dat waar is, maar het flatgebouw heet Hackfort. En in de Hackfort, daar ben ik geboren. Ik heb er verder niet echt heel lang gewoond, hooguit een jaar of twee. Maar het is wel de plek waar voor mij niet alleen mijn leven is begonnen, maar ook ja, ik eigenlijk mijn eerste herinnering heb. En die herinnering die is als volgt, ik weet het nog heel goed. Op een goede dag komen er twee mensen bij ons aan de deur. Die nemen me mee. En ik ken ze niet goed. En ik kom terug bij mijn ouders in de flat. En alles is anders. Want ik heb een zusje gekregen. Dat is eigenlijk wat ik mij vooral herinner hier van de Hackfort. De Amsterdam in de Bijlmer. De geboorteplek. Voor mij en mijn zusje. Om eerlijk te zijn, aan de gordijnen te zien, zijn ze of niet thuis of hebben ze geen zin in visite. Liggen wellicht zelfs nog te slapen. Ik ben bang dat we er niet in gaan komen. Daarom is dit de meest bijzondere plek van de Bijlmer voor mij. Ha ha ha.